Natuurlijk kennen we Anjo Meekel allemaal al heel lang in de basketbalwereld. Maar nu als hoofdcoach bij Gasterre Flames op de bank. Hoe heb je dit ervaren? Heel erg leuk. Ja, ik vond het echt leuk om een wedstrijd te coachen. Als het ook nog spannend is, dat is ook heel erg leuk. Want dan zijn al je het hele instinct, alles is in actie. Je let overal op. En dat is waarom ik coach, wat het leuk maakt. En dan zit er ook nog even 2500 man op de tribune. Merk je dat? Nee. Merk je helemaal niks van. Net zo goed als je nu ook in deze situatie veel minder je spelers kan bereiken dan bijvoorbeeld bij een jeugdteam. Nou, bij jeugdteam sta ik meestal achter aan de bank ergens achter. En dan kan ik dus aan beide kanten, ene helft, andere helft, aanval en verdediging. En dan kan ik echt, dan zeg je, stap je naar voren, stap je opzij, hier horen ze je niet. Een van die 2500 supporters op tribune zag ik was Ivica Skeling, de nieuwe coach. Die met veel emotie liep merken voor de mensen om hem heen wat hij ervan vond. Wat denk je wat hij ervan vond? Ik was heel blij dat hij hetzelfde van vond wat ik ervan vond. En dat is? Nou, het gebrek aan intensiteit. Weet je wel, dat je, die mensen komen hier allemaal naar je kijken. En dan kom je hier op de vloer, daar doe je het eigenlijk voor. En daar ben je ooit als klein jongetje droom je ervan om te gaan spelen. En dat je daar niet helemaal 100% gaat. Dat je toch niet helemaal. En dat maak ik heel vaak mee. Ik hoor dat op elk niveau zo is. En daar is ook een coach voor. Zeg maar. En dat is ook wat ik altijd een norm noem. Ik pik dat niet. Ik wil 100% hebben. Maar dat is heel lastig, want een speler zegt wel van ja, ik geef ook 100%. Dat vindt de speler. Maar ik zeg van nou, dat is helemaal niet zo. En dat vond hij ook. Dus er kwamen een paar Kroatische krachttermen uit. Spreek je dan vloeiend Kroaats nu? Nou, ik heb wel de 15 belangrijkste scheldwoorden uit mijn hoofd geleerd. Dus, die zijn niet voor vertaling vatbaar. Maar dat kunnen we wel. Even een ander punt. Kingma speelt de hele eerste helft niet. Opeens komt hij derde kwart komt hij erin. En de crowd got wild. Ja. Wat was jouw beweging? Nou ja, dat was dus mijn briljante fonds wat ik net op de persconferentie zei. Hij is ziek. En ik probeerde hem te sparen. Ik dacht, ik heb hem eigenlijk nu niet nodig. Want Koeners deed het wel aardig. Weet je, dat konden we opvangen. Maar op een gegeven moment werd ik ontevreden over de rebound. Ik vond dat we zwak stonden te rebounden. En ik probeerde het toch. Maar hij piepte heel erg. Hoor. Je kon ook zien hoe moeilijk hij het had. Maar ik had niet verwacht dat het zo'n effect had met het publiek. Het publiek kwam erachter en wij schoten een paar ballen erin. Bam, dat was het meteen. 83-75, even ook kijken naar Den Helder. Voor de eerst weer terug in de Eredivisie. Goed team, absoluut. Het was een spannende wedstrijd met 2 punten verschil op de ranglijst. Hoe kijk je daar tegenaan, aan deze tegenstander? Goed, je ziet dat ze daar, ze hebben deze coach, Showman, een contract voor 4 jaar gegeven. Nou, uitzonderlijk volgens mij in het basketbal. Ze hebben heel veel vertrouwen in hem. Dat betekent dat die lijn die hij uitzet, dat mag hij de komende jaren mag die dat voortzetten. Dus dat betekent dat er heel helder is. Je weet heel helder wat er gespeeld wordt. Waar ze naartoe willen en wat ze willen bereiken als club. En dat zie je nu al heel snel terug. Hè. Het is nu 4 maanden bezig of zo, 4, 5 maanden bezig. En heel georganiseerd, ook heel gedisciplineerd. Er zitten ook een paar spelers bij die bij een andere coach misschien minder gedisciplineerd waren, zouden zijn. Ja, heel knap, goede ploeg. Wat denk je dat met Flames de komende maanden anders zal gaan worden in de afgelopen maanden? Dat denk ik wel. Ik denk wel dat Skelin zijn spelstijl is eigenlijk ook wel een beetje mijn spelstijl. Dus wel tempo en durven. Je ook veel fast breaks. Want je weet gewoon, als je 80 punten wil maken, je moet allemaal uit set plays komen. Dat wordt heel moeilijk. Dus je moet ook een paar leupjes bij hebben. En je moet gewoon, kijk, agressiviteit dat kun je altijd. Je hard werken kun je ook altijd. Dus het is ook iets voor het publiek. Weet je? Dat is, daarvoor moet je als coach ook durven verliezen. En ik ben nooit bang om, ik wil altijd winnen. Ik ben niet bang om te verliezen. En soms dan verlies ik daar en dan ben ik soms een hele weekend ziek. Omdat ik gewoon, ja, dat moet je hebben. Als het je niks uitmaakt, dan moet je ook niet gaan coachen. Maar je moet wel accepteren dat je kunt verliezen. Dus ik zou nooit zeggen, oh, doe dat maar niet. He, op laatst word je wel tactisch. En dan ga je natuurlijk even die overwinning. Dan moet je even de punten even halen. Ga je de laatste minuut geen rare dingen doen. Dan moet je even die wedstrijd even winnen. Maar niet halverwege al zeggen van, nou, dat gaan we niet meer doen. Nee, dan moet je gewoon lef tonen. En dan die uitstraling die je dan naar die spelers hebt, dat hoop je dat ze dat terugbetaalt. Je hebt nu gewonnen, dus je hebt nou een prima weekend. Geweldig weekend. Echt waar. Gefeliciteerd. Dankjewel. Kan niet meer. Jamal Boykin, we had a deal a couple of weeks ago that we should do an interview again in January. But first of all, about this game. You won 83-75. What kind of game was this? It was a game to see where we are right now. And to learn where we are as a team. And because right now we're trying to build on something new. With the new system that we have. So today was a good day to kind of see how it is in our league. We had the Christmas tournament, but now playing against the Dutch competition again, it was good to see that we were able to execute our new plays and everything like that. So I think it was a good game overall.
How difficult was it with all the new systems to play? Is it already in all your minds? I mean, we're still thinking about it, you know, because we are still learning the plays. They're still new to us, and everyone's at a different level with how comfortable they are with it. But I love it. I'm able to get some looks around the basket and some mid-range shots as well. So just have to keep listening to the coach and keep trying our best to understand what is necessary for us to do for us to be the best on the court. I saw him sitting in the audience, Ivica Scaling, and he had a lot of emotions to show. What do you think that he thinks? Wow, we'll see. We'll see when we get to practice. I'm sure he probably feels like you know, he probably lost 6 months of his life watching the game, being a little stressed out because there's nothing you can do. You know, he's way up there, so there's nothing that he was able to do. But you know, I think he's happy overall. Happy with the fact that he's not even on the sideline yet. We didn't have a preseason. He's not content, and he's going to hold us accountable to being much better. But a win's a win, you know. And you, 21 points, 9 rebounds, almost a double-double. Are you satisfied about yourself? You know, in the first half, I wish I came out a little harder. But, yeah, overall, I'm pretty happy with the game. And just happy that our offense is working, that it's clicking. And that's the main thing. A couple of weeks ago, we talked about doing the complete interview in Dutch. Suppose we did it in Dutch. Did you tell me the same things that as you did right now? Would I tell you? No, I couldn't. I could not right now. And that's why I need a little bit more time before we go full throttle with the interview in Dutch. So maybe it's again, I am Jamal of Ik Ben Jamal, Ik Woon in... Well, what I know right now, I mean, I could ask you some questions and then you can answer the questions and ask me the questions back. Ask me a question in Dutch. Hoeveel broers en zussen heb je? Wat goed zeg. Ik heb 2 zussen. En jij dan? Ik heb 1 broer en 2 zussen. En dan, wat vind je leuk om te doen? Basketbal. Alles met basketbal te maken heeft. Ja, ik vind tekenen, dansen en koken leuk om te doen. Kokenen. Kokenen. Cooking. Koken. Koken. Oh, I'm sorry. I'm sorry. See? You're a hero. let me see what else. Wat heb jij gestudeerd? Respect that you speak Dutch so well. Come on, man. About the answer, we can get back to that later on, okay? Yeah, okay. Thank you very much. No problem.